Heb jij net als waarschijnlijk 90% van alle vrouwen ook een aantal miskopen of oude kleren in je kleerkast hangen? Dan is swishing voor jou de oplossing. De populaire trend is vanuit Amerika naar de UK overgewaaid en verovert nu ook ons land. Op een swishing party brengt iedereen een aantal kledingstuks mee om te ruilen met de andere gasten. Natuurlijk wordt alles eerst grondig gekeurd door een swishing-expert en dan komen je kleren in de rekken te hangen. Daarna krijg je een half uur om rond te kijken en alle kleren te passen. Als het signaal gegeven wordt, begint de swish en mag je jouw favoriete kledingstuk opeisen. Swishing is hot en dat merkten ook drie Gentse vriendinnen. Zij roken hun kans en stampten samen de organisatie swishing.be uit de grond. Met succes. En zo, ze hebben dat geprobeerd onder een stuk of 20 vriendinnen. En dan, dan hadden we eigenlijk al een groot aantal kleding waaruit dat we konden kiezen. En zo is dat van mond op mond gegaan. Die meisjes vonden dat heel plezant. En ja, zo zijn we alsmaar groter gegaan. En nu staan we dus waar dat we nu staan. En organiseren we al evenementen tot 100 vrouwen. Maar de Godwazes nemen swishing to the next level. Want het gaat veel verder dan alleen maar kleren ruilen. Drank en hapjes voor iedereen, marktkraampjes en more. Terwijl wij de kleren ophangen, kunnen ze zich laten schminken, hun haar laten knippen, dingetjes gaan kopen in de marktjes. Meestal zijn het juwelen of ecologische make-up of zo. Dus ik denk dat dat wel een beetje de succesfactor is, dat echt wel een totaalconcept is. Swishing is bovendien milieuvriendelijk, dus je krijgt er niet alleen nieuwe kleren door, het is ook nog eens goed voor de planeet. Vrouwen kopen nogal veel kleding en ja, de mode is jammer genoeg gaat zeer snel en we willen daar eigenlijk een antwoord aan bieden. Als je iets koopt en het volgend seizoen vind je het niet meer leuk, kun je dat maar beter doorgeven en daar creatief mee omgaan om te vermijden dat die kleding gewoon in de vuilbak geraakt. Wij als eco-fashionistas zijn alvast fan. Nog een nieuwe trend zijn de pop-ups. Pop-ups zijn winkels, bars of restaurants die plots opduiken en na een paar weken weer verdwijnen. Snel zijn is dus de boodschap, want ze zijn weer verdwenen voor je goed beseft dat ze er waren. Grote merken zoals Levi's en Coca-Cola hebben zich al met succes laten verleiden door deze hype en ook in de Walpoortstraat in Gent opende vorige week de pop-up Sirena. De meeste mensen kennen het al van een pop-up store. Wij hebben het over de boeg gegooid van een pop-up bar. Eigenlijk onder de vorm van een meeting point, waarin dat we een platform bieden aan jonge kunstenaars, DJ's, muzikanten, om eigenlijk hier hun creatieve uitspatting te komen beleven en om elkaar te ontmoeten en op die manier ook nieuwe kruisbestuivingen te doen laten ontstaan. Once you pop, you can't stop. En dat geldt niet alleen voor de bezoekers, want deze pop-up gaat veel verder dan alleen drankjes serveren. Maar wat maakt pop-ups nu zo succesvol? Mijn ervaring daarmee zegt mij dat mensen meestal wel gewonnen zijn voor het tijdelijke karakter. Dat ze vaak ook zeggen van we moeten erbij geweest zijn of we hebben de boot gemist. Pop-ups zijn lang niet alleen voor de young en fancy. Iedereen is er welkom. De bedoeling is niet om een VIP, mooi, fancy en everything. Het is de bedoeling dat iedereen aanwezig is. Laagdrempeligheid voor Gentenaars, voor mensen naar buiten, voor buitenlanders die Gent op een andere manier leren ontdekken. Sirena, nog open tot 30 april.